Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik nog eens iets maken met mijn restjes papier. Ik heb zoveel restjes dat ik die toch wel wil opgebruiken. Ik heb een tijdje geleden iets zien voorbij komen op Pinterest, dus ik heb dit niet zelf bedacht. Maar ik vond het wel heel leuk om te maken. Ik heb er ondertussen een paar gemaakt. Ik zal die later in dit filmpje laten zien. Maar ik ga dus labels of tags maken in de vorm van huisjes. En daarvoor gebruik ik natuurlijk restjes papier. Ik heb mijn bakje er hierbij genomen. Dus ik ga hier wat papiertjes uitzoeken die ik mooi vind. En dan ga ik er dadelijk aan beginnen. Zo, ik heb hier een stapeltje op mijn tafel gelegd. Ik heb hier ook stukjes waar dat vormpjes uitgestand zijn. Dit zat er ook nog tussen. Ik denk dat ik dat ook wel allemaal ga kunnen gebruiken. En hier een stukje golfkarton. Dus, nu ga ik gewoon... Dit is echt wel een projectje waar je niet te veel moet bij nadenken. Uiteindelijk past het toch allemaal redelijk goed bij elkaar. Dus, ik neem... dit is al bijna... Goed, het is hier afgescheurd. Dit ga ik nu wel eventjes recht knippen. Dat hoeft allemaal niet strak te zijn. Dat mag krom, scheef zijn. Je gaat direct zien waarom. Dit vind ik ook al direct een leuk stuk. Nu, dat vind ik wel wat groot. Dus dit gaat mijn dakje worden. Ga ik gewoon zo wat kleiner knippen. Dit zou wel mijn dakje kunnen worden. Ga ik wel die hoekjes hier wegknippen. Dus het is de bedoeling van met allerlei vormpjes gewoon huisjes te vormen. Dus ik ga hier dan dit stukje, dat zouden bijvoorbeeld raampjes kunnen worden. Dus. Zo. Dan heb ik nog een deurtje nodig. Ik neem hier een klein stukje papier. Voilà. En daar ga ik dan een deurtje van maken. Ik kan dat zelfs ook scheuren. Dat moet niet allemaal mooi geknipt zijn. Zie je, dat zou wel een huisje kunnen vormen. En dan misschien hier van dat ribbelkarton scheur ik een stukje af. En dat zou eventueel de schoorsteen kunnen zijn. En ja, hier, daar kan natuurlijk nog een stickertje op. Of er kan zelfs een stukje lint op. Zo. Dat vind ik wel leuk. Dus dat zou wel één haasje zijn. Ik zal eentje laten zien. Dat ik gemaakt heb. Zie je? Ik vorm gewoon een haasje met wat restjes. En dan ga ik de kleine stukken
vaststikken op mijn papier. Heb je geen naaimachine, geen probleem. Je kan het ook gewoon, zoals ik hier gedaan heb, vastlijmen. En dan met een marker of ja, wat stipjes zetten of wat streepjes. Je kan het ook met de hand bijvoorbeeld wat naaien, dat gaat ook. Maar ik ga nu eerst deze eventjes vastnaaien. Ach ja, voordat ik dit vastzet met de naaimachine, doe ik er een klein beetje lijm op. Zodat het toch wat blijft vastzitten. Natuurlijk, dat moet eerst droog zijn voordat ik het vastnaaien. Dus ik ga deze eventjes hier aan de kant leggen en ik ga een ander voorbeeldje maken. Het hoeven niet altijd rechthoeken te zijn. Zo. En dan iets voor een dakje, dit. Iets wat rondknippen, wat meer een hoedje is, voilà. En dan kan ik bijvoorbeeld dit hier uit knippen, of kan het ook scheuren, maar ik ga het knippen. Zo bijvoorbeeld. Dan hier nog een deurtje. Dat kan dat worden. Wat je ook kan doen voordat je het vastnaait, dat is de randjes met wat inkt bewerken. Dat heb ik nu bij deze niet gedaan. Ik zeg het, dat is zoals je wilt, hè. Dat hoeft niet. Nu dat ga ik eraf knippen. Dat vind ik niet. Zo. En dat zo hebben. En dit is echt heel leuk om te doen hoor. En dat kan je zelfs met kinderen doen. Ik zeg het, niet te veel bij nadenken. Dat zijn vaak de leukste dingen die je maakt. Ik was aan het kijken, ik heb hier nog lekker om dat daar plakken. Ze. Ik heb hier ook nog zo wat van die vormpjes liggen.
Zo. Ja, dan ga je dat ook vastzetten met valijn. Ik ga dit ook vastnaaien, dus daar hoeft niet zoveel lijm op te zijn. Als je het niet met de naaimachine of met de hand gaat vastnaaien, dan moet je er natuurlijk meer lijm op doen, hè, dat het beter vastplakt. Ik ga deze laten drogen en dan ga ik deze al met de naaimachine vastzetten. Dan zie je direct wat ik bedoel. Zo. Zie je? Bij deze twee heb ik de kleinere stukjes vastgestikt. Ik heb hier ook nog een pons met een katje. Je kan hier natuurlijk uit een stukje zwart bijvoorbeeld. Hier zo die poezetjes plakken. Je kan daar zoveel details op plakken als je wilt. Maar eerst ga ik er een stukje kraftpapier achter zetten. Oeps. Zoals hier. Kraftpapier of een ander papiertje. Zie je, deze is dan niet gestikt. Ah ja, toch wel een stukje. Maar hier heb ik de achterkant er dan op vastgestikt. Mijn naaimachine gaat niet zo goed meer. Het is al een heel oude. Ik gebruik het dan ook alleen maar voor zo knutselprojectjes van papier te naaien. Dus, en deze is helemaal geplakt en niet gestikt. Dus dat hoeft ook niet altijd. Ik ga er een stukje kraftpapier achter plakken of F-papiertje. Ik ga eens zien of ik hier iets tussen liggen heb dat kan gebruiken. Dat is te klein. Zo, ik heb hier nog een restje. Want zo de detailjes, zoals een deurknopje of wat bloemetjes erop plakken of zo, dat doe je nadien. En zeker als je het dan wilt stikken, hè, want dan wordt het al wat moeilijker. Dus ik plak dat daar ook weer op en ik laat het dan ook weer even drogen voordat ik er met de naaimachine over ga. Het is echt leuk om papierrestjes op te gebruiken. Deze ga ik ook vastplakken. Ik ga zo dadelijk nog eentje maken waar ik dan totaal geen naaimachine bij gebruikt heb. En dan knip ik dit rondom uit.
stukjes hou ik ook bij. Dat is ook weer goed om deurtjes en raampjes te maken. Zo, deze twee heb ik dus met de naaimachine gestikt. En heb ik hier ook heel veel schrijfruimte. Hè. En ik kan daar natuurlijk met een plakpareltje of zo hier bijvoorbeeld een deurknopje opzetten. Je kan er een bloemetje op plakken of een klein knoopje. Zo, mijn doos met knoopjes er eens bij nemen. Voilà. Nog weer een klein knopje. En geen te dik, want sommige zijn echt wel vrij dik. Ik wil een plat knopje. Zo, en dan ga ik dat hier plakken. Voilà, en die kunnen drogen. En dan zal ik er nu nog, oeps, dat moet wel drogen, hè. Dan zal ik er nu nog één of twee maken zonder gebruik van de naaimachine. Ik ga hier wat meer lijm onder doen, want dat gaat anders misschien loskomen. Zo. Hop. En zoals ik al zei, je kan er ook een tekstje op plakken of bloemetjes, wat meer decoratie. Dat gaat allemaal. Die mag ook drogen. Zo. Eens even kijken, wat heb ik hier nog? Oh. Dit is ook nog een leuk papiertje. En je kan natuurlijk ook kleinere huisjes maken. Hè. Die hoeven niet zo groot te zijn. Maar ik heb nu redelijk grote gemaakt voor in mijn junk journal. Hè. Oh, hier ga ik een vormpje uitsnijden. Iets korter. Zoals ik al zei, dat hoeft niet mooi recht te zijn. Ik kan natuurlijk dit stukje hier zo tegenzetten. En dan heb ik het omgekeerde en kan ik het zo knippen. Dan is het ongeveer gelijk, maar dat hoeft niet. Voilà. Dan een dakje. Wat heb ik hier nog allemaal? Liever een feller kleurtje bij. Ja, dit gaat ook nog. En dat is ook eentje dat ik eens heb uitgestanst en niet gebruikt. Ja, ik ga dit als dakje gebruiken. Even omdraaien en dan ga ik met een potlood eventjes aanduiden waar dan mijn lijm dan mag komen. Zo. Voilà.
hoekje dat hier wat uitkomt, dat knip ik af. Maar eens kijken, deze dingetjes dat ik hier allemaal nog liggen heb. Dit kunnen al venstertjes worden. Ja. Deurtje. Zo. Ik kan er eigenlijk alle kanten mee laten. Ik kan er ook stickertjes en prentjes op plakken, bloemetjes. Dat ga ik hier onderaan plakken. Dit laat ik zo. Beetje gescheurd zo. Zo. En dan ga ik eens kijken of ik hier nog een stukje zwart heb. Had ik daar net. Waar is mijn pons met de katjes hier? Amai, dat is hier ondertussen weer een rommel aan het worden. Ik ga hier dan ook weer twee kleine poesjes uitponzen. Gezien in mijn bakje had ik nog papier met hartjes op, dacht ik. Ja, hier had ik nog een stukje papier met hartjes. Ik ga hier een hartje uitknippen. Zo. Ik ga een potlood nemen en ik ga dan hier zo wat rond . Ik ga dat met een marker doen. Dat gaat mooier zijn. En hier ga ik dan zo de stiksteek tekenen.
En ik ga daar ook een even papiertje achter plakken. En zo zie je dat dat niet hoeft, hè, met de naaimachine. Je kan paddenstoelenhaasjes maken, je kan allerlei vormpjes maken. Meestal, zoals hier, gooi ik een hoopje papierresten op tafel, grote, kleine dingetjes, en dan leg ik alles open en leg ik het zo wat op elkaar en zie ik wat dat voor mij bij elkaar past. En zoals ik al zei, dit is ook leuk om met kinderen te doen. Natuurlijk de naaimachine, dat stukje laat je dan niet over aan de kinderen natuurlijk. Maar kinderen kunnen echt heel mooie huisjes maken met allerlei vormpjes. Wij denken vaak te veel na bij die dingen. En dit is echt zo plezant om te doen. Hier kan ik uren mee doorgaan, hè, totdat ik zo stukjes overhoud waarvan ik denk van ja, dit kan ik nu niet meer gebruiken, dit gaat weg. En zo geraakt mijn bak met restjes ook nog wel eens leeg. Misschien moet ik er nog een schoorsteentje op zetten. Nee, ik vind het oké zo. Ik ga daar ook nog een kraaltje hier op plakken. Oh, misschien moet ik er een beetje lijm onder doen, want dat zijn plakparels, hè, maar ik heb die hier ook weer al zo lang dat die gewoon niet meer plakken. Zo. En dit had ik hier ook nog liggen. Ik dacht dat kan ik misschien nog gebruiken om deurtjes te maken of zo. Zie je, dat zijn oude labeltjes. Ik gooi dat dan niet weg. Dat kan ik daar ook perfect voor gebruiken. Die achterkant nog wat beinken. Zo. Weer eentje klaarse. Deze uitgestanste kleine vormpjes, die ga ik bij in dit zakje steken. Oeps. Goed bezig, Tine. Ik gooi alles ernaast. En voilà. En zoals ik al zei, kleine huisjes zijn ook leuk om te maken. Zo. En dit zijn ze dan geworden.
zijn er een hele hoop. En zoals ik al zei, ik ga die gebruiken in mijn junk journal. Deze journal heb ik een tijdje geleden gemaakt. En dan kan ik dat zo eventueel met een paperclip, of ik kan er een pocket voor maken en dan kan ik hier op de achterkant nog heel veel schrijven. Die kunnen ook gebruikt worden in een art journal. Hier bijvoorbeeld. Oh ja, dat is wel leuk. Hier ga ik een kleiner voor maken. Ja, ga ik volgende keer wel doen. En dan laat ik het jullie ook zien. Ik ga er een paar in mijn art journal plakken. Zo. Dit was het dan. Labels of tags in de vorm van huisjes. Ideaal voor in een junk journal. Je kan ze ook gebruiken om kaartjes mee te maken. Als je ze dan wat kleiner maakt voor iemand die pas verhuizen is of mensen die gaan samenwonen. Dat is echt ideaal. En je kan er superveel restjes voor gebruiken. Zo. Hopelijk heb ik jullie wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken. En tot volgende keer. Dag.